Helemaal de deur, helemaal open. Ja. Hey man. Hey. Yo gasten! Welkom bij een nieuwe Wat is de kans dat video. We zijn nu lekker in de bossen en we hebben weer 4 gloednieuwe challenges. En het stinkt hier naar schijt, want ik heb met 2 seconden stand gestaan. En Rob moet ervan kotsen, dus dat is allemaal Die druk, lucht die sijpelt mijn neus elke keer weer in. En ik ruik niks, want ik ben eigenlijk fucking ziek. We gaan op naar de eerste challenge. Ja, en de eerste challenge is van Keizer King. Wat is de kans dat je een pizza bestelt en open doet in een mankini? Wie heeft er een mankini? Ja, die moet er nog eentje halen. Nou, steenpapier schaar jongens, wie de eerste keer dat wil is. Steenpapier schaar! Steenpapier schaar! Oh. Oké, ja, 1 op 6. 1 op 6. Steen even hoog inspelen. Oké, 3, 2, 1. 1. Oeh. Nou, dan geef ik hem aan Niels. Yes! Wat is de kans? 1 op 4. Oké, ik tel af. 3, 2, 1. 3. Oeh. Rob. Ja, dan zullen we zien dat ik alweer een lul ben. Oké, de kans is 1 op 4. 1 op 4? Ja. 3, 2, 1, 4. Oh! Ik dacht, nee jongen. Hij probeert mij te naaien. Oh joh, ik ben verkouden als fuck. Die kak van jou. Die is niet van mij, die is van die hond. Kijk op, dan mag ik hem weer afgeven. Op een of andere manier wil ik het gezicht zien van die pizza bezorger als Niels open doet. Ja, dat dacht ik al. Nou ja, 1 op 3. 1 op 3. Oké, jongens, zijn jullie klaar? Ja. 3, 2, 1. 1. Oh! Leuk. Rob! Wat was 1 op 3? Ik blijf 1 op 3. Oké. 3, 2, 1. 1. Oh! Niels! Ja, dat is wel leuk hoor. Ik geef gewoon een niveau. Nee, ik geef hem aan Niels. Niels! 1 op 3 nog steeds. 1 op 3. 3, 2, 1. 1. Oh! Ivo. In 3. Tel maar af. Ik tel af. 3, 2, 1. 3. Oh! Ivo is te lang. Ik ben niet. Ik ben ziek jongens, what the fuck? Oké jongens, ik zit dus hier in de kamer en we gaan dus even bellen. Dus even kijken wie er opneemt. Een hele goede avond met Ivo Bax. Ik zou graag een grote portie friet met curry willen laten bezorgen op... Yo, het is straks. Pinnen. Oh, wacht, pinnen. Maar jongens, ik voel hem echt hangen man, fuck man. Ik ga... Wat is dit? What the fuck is dit? Kijk, er zit zelfs zo'n gaasje voor je ballen in. Oh, heerlijk. Ik geniet nu al. Moet je nagaan. Het is nog ineens feest. Fuck toch man. Ik heb er echt geen zin in. Sowieso niet. Wat gaat hier? De afstand is er. Ah, het wacht. Ja, ja, donut. Donut, Ivo. Ja, tuurlijk. Ja, hier. Ja, ja, rennen. Pak hem. Ja, ja, ga ervoor. Helemaal de deur, helemaal open. Ja. Hey man. Hey. Moet afrekenen? Ja. Ja man. 54. Ja, bedankt hè. Allee. Wow, dat is vet awkward man. Dat is vet awkward. Nou, klaar ermee. Klaar. Genoeg al. Yo. Ik wist het, maar hij was mis. Oké, de volgende challenge is ingestuurd door Cenex. En het is, wat is de kans dat je in het openbaar porno kijkt? Dit is wel schamend, denk ik. Denk ook wel. Nou, wie geef ik die? Ja, ik denk toch wel echt aan Niels. Niels is wel echt een porno kijker, vind ik. Welke websites eigenlijk? 1 op 5. 1 op 5. Oké, rook dan maar af. 3, 2, 1. 2. Oh, Rob. 1 op 2. 3, 2, 1. 1. Oh, Niels. Kut. 1 op 2. Oké, 3, 2, 1. 1. Oh, Rob. Oké. Ja, jij 3. Ik ga terug naar jou. 3, 2, 1. 2. Oh, Niels.
Nee! 3, 2, 1! Ah! Hey, waar is dit, man? Ga nou uit door met jullie, man. En het derde juist is van Leonard Bolhuis. Wat is de kans dat je aanbelt om te poepen? En omdat Ivo al in de kak heeft gestaan te Ivo. Poepen. Ivo, wat is de kans? Ja, 1 op 3. 1 op 3! Oh, ik ruik die poep nu al, alweer! Tel maar af, tel maar af. Stel jij geen jammer. 2! Oh! Ja, ik geef die aan Rob, omdat hij mijn goal is. Ik wou nog low profile. Ik dacht, ik zeg plus niks, dan kiest hij mij niet. Maar ja, helaas. Helaas, heeft niet gewerkt. Oké, okay, ja, 1 op 3. 1 op 3. Ja, hè? Ga je 2. 1 op 2, vooruit. 1 op 2. 3, 2, 1, 1. Rob is de lol! Shit. Nice. Oké, okay, jongens, ik ga bij het eerste huis aanbellen. Bij nummerootje 1, ik ga vragen of ik mag poepen. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Hopen dat er iemand thuis is. Ik zie helemaal geen beweging, dus ik verwacht niet veel mensen. Volgens mij is hier niks te doen. Nee, op naar voorhuis. En dan gaan we gewoon even bij de buren aanbellen. Op nummerootje 2. Eens kijken of ik hier wel kan poepen als mensen thuis zijn. Het is in de middag, dus volgens mij zijn er heel veel mensen niet thuis. Maar hier staat wel een auto. Dus ik ben... Ah, kut man, niemand thuis. Nou, dan gaan we weer bij de buren proberen. Nou jongens, dan gaan we kijken of nummer 3 wel thuis is. Kijk hier de aanbellen. Wel doet het in ieder geval. Kijken of ik ook mag poepen hier binnen. Hi, zou ik iets mogen vragen? Dat ligt eraan, als je geen foto's van mij gaat maken. Nee, ik film nu niet. Zou ik hier misschien mogen poepen? Oh, dat is een ander verhaal. Kijk uit. Ja? Ja. Ik mag poepen jongens. Kijk eens aan. Hartstikke bedankt. Jongens, deze man die zit hier voor links. Ik persoonlijk wil altijd mijn billen rechts afvegen. Maar ja, helemaal prima. Ik ga even poepen en dan zie ik jullie daar. Zo, daar was hij weer. Doei! Nou, mijn missie is geslaagd. We gaan op naar de volgende challenge. En we zijn alweer aangekomen bij de laatste challenge. En de laatste challenge is als volgt. Wat is de kans dat je haren permanent zwart laat verven? Ik geef permanent. Hem aan, permanent. Geen spoeling dus. Hoe zit dat erin? Weet ik eigenlijk niet. Permanent blijft het uitgroeid, of totdat je het opnieuw verft. Dus dat is het langje, dat is het lang. Ja, ik hoef dus mijn haren echt niet zwart te laten verven. Daar heb ik dus geen zin in. Dus ik geef de challenge aan Niels. Wat zullen we ervan maken? Doe iets spannends. Spannend. Oké, omdat het de vierde challenge is, 1 op 4. 1 op 4, ja. Okay. Ik vind hem decent. Komt-ie. 3, 2, 1. 3. Ah! Oh! Ja, Niels! Niels, hoe voel jij je? Ja, nou ja. Wordt anders. Ik zal je missen, vriend. Trouwens, wacht eens even! Ik weet iets! Weet je nog toen Rob van dak naar dak moest springen en jij poest je auto? Jij doet met mij mee zwart! Jij gaat met mij mee je haren zwart verven! Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel! Ik vind dat eerlijk, hij heeft jou in de steek gelaten, hij doet deze mee! Ja! Nou, vooruit omdat ik wel benieuwd ben hoe bij mijn chaps in zwart haar staat. Ja, waarom ook niet? Maar ik wil wel een wat is de kans dat erop spelen. 1 op 7. 1 op 7? Ja. Dude, ik had 1 op 4. Oké, 1 op 7? Een 5, vrouwt. 1 op 5. 1 op 5? Maar heb ik hem... Wow! Heb ik hem direct goed? Doe jij mee? Ja. Heb jij geluk? Ben je free man? Ja, is goed. Oké, Rob, tel af. Oké, tel af.
3, 2, en 2. Jij gaat mee. Spoel je haren maar op de stuitfiets. Spoel hem maar. Beauty Niels, we hebben hier twee handschoentjes. Een spulletje waar we de verf in doen, zodat het zwart wordt. Dan doen we dit toetje erop. Dat spuiten we in onze haar. Waardoor we met de handschoentjes het lekker gaan proberen. En dan heb je de conditioner om de mooie glans te behouden. Heb je zin in Niels? We zullen zien. Kom maar Niels. Oké, nou is het zover jongens, we gaan beginnen. Zou je echt gezinnen, man? Gooi het er al in. Ach, ja. Oh, hij is gek, hè. Ja. Kom zo. Moet dat zo? Denk het. Denk het, zeg je. Hij doet maar waar, hè. Maar hij is ook lang niet half vol. Kijk hoe goed zwart vindt. Oh, jongen, helemaal, hé. Hey. Oh, zo. Oh, dat is je stom. Kleedje maar, Hey. Kijk, it's too late. It's too late. No, you have too late to say sorry. Die is kei zwart. Wacht. Je ziet het goed, Piet. Bij Niels zie je niet zo heel goed. Bij Niels staat haar hoofd af. Oké, jongens, dat was het voor vandaag. Vond je het een te gekke video? Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen. En Jeff, jij hebt de petje gewonnen, dus die komt jouw kant op. Ja, en vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. Dat kan hier beneden. Druk even op het rode knopje en dan zie je al onze nieuwe video's verschijnen. Heb jij nog een vet idee waarbij je een van deze twee jongens flink de lul wil laten zijn? Moet je even in de reacties droppen wat voor comment er is. Nee, lach. Heb je weer met zo'n opa lach, jongen? En dan zijn we zoals altijd later!